Jongens, mag ik even? Ik wilde even stilstaan bij Tom Panhuis. Tom was 30 jaar lang een fantastische politieman. Een dierbare collega. Iedereen kan in de knoei raken. Ik, wij allemaal. Maar dan komt dat laatste moment. En dan moet ik even denken aan wat Guus tegen me zei. Ik hoop dat als ik ooit daarvoor sta, ik het lef heb om te doen wat Tom Panhuis heeft gedaan. Tom was een echte samurai. Hij heeft het zo gewild. En wat mij betreft is hij aan de overkant met een schone lei. Hij wou op het ei begraven worden. Of zijn as. Dit vindt hij ook wel goed. Niemand hoeft zich bezwaar te voelen. Hij had dat in zich. Voor ieder van ons zou hij hetzelfde hebben gedaan. Tom hoeft geen toespraken. Met z'n allen gewoon hier. Dat is wat hij zou willen. Gewoon even bij elkaar. Doe maar eens. Brigadier. We zijn nooit vrienden geweest. Maar toch vond je mij de moeite waard om... Ik sta hier alleen maar dankzij jou. Dit had mijn pet kunnen zijn. Wakkaboom. Dan. Hij is dood. Komt hij uit de cel? Ja, de nachtploeg heeft vanmorgen twee dronkaards op de straat gezet. Oké, schouwarts. Waar is de recherche? Op het ei, toch? Laat alles hier zoals het is en hou die deur dicht. Ja. Ja, begrepen. Mark. Er is een dode man op het bureau. Ik kan Theo moeilijk terugroepen. Ik doe het wel met Roel. Ja, fijn. Dank je. Hey,
Marcus van Doorn heeft hier vannacht in cel 4 gezeten, binnengebracht door de ploeg van Scholten. Amok in een café, maar het is er ook eentje die graag zijn roes bij ons uitslaapt. Gratis ontbijt. Laten we de sectie maar afwachten. Ja. Hoe komt hij aan die hoofdhond? Zeg het maar. Tegen een tafel gevallen. Wie hebben hem uit de cel gehaald? Haarman en Meijer, denk ik. Die waren hier nog. Hoorde ik van Mateman. Dit wordt een onderzoek. We moeten iedereen terugroepen. Trap het rempedaal eens in. Nog eens. De linker werkt niet. Daarom staat die man te wijzen. Ja, ja. We komen er wel mee thuis. Wat doe je? Laat toch zitten, man. Het breekt heus niet. Het is allemaal kunsthars. Er staat in die tijd helemaal geen kunsthars. Het is klei of pijpaarden. En je moeder is blij met zo'n zigeuner, Madonna. Nou, ik denk wel dat ze het mooi vindt. Ik zou er niet bij schrijven dat het antiek is. Waarom zou het anders 4000 frank kosten? Verder dat er nou weer één staat. Hele series voor die 10.000 zigeuners die elk jaar bij de graf komen. Betaal je heus wel terug. Je hebt er een beek paarden voor staan poetsen. Ja, kom op. Zal ik rijden? Nee, niet door luid met al die tunnels. Nou, daar voorbij dan, oké? Ja. Ik lag net in mijn nest, verdomd. Wat is er aan de hand? Hebben we edins of zo? Ga dan maar naar binnen, dan horen jullie het wel. Meld je bij Geris. Een voskuil is er ook al. Wat is dit dan weer voor flauwekul? Rijksgezins is weer op bezoek. Kom maar mee. Ze zijn heus nog niet voorbij, hoor. Als ze om 3 uur in Amsterdam willen zijn, dat zijn die Gurbus toch? Ja, rond 1 uur of 3. Dat is een kleerrein. Hier. Dankjewel, ik heb geen trek. Brigitte Scholten, de heer Grim en borgman van de Rijksrecherche. De rest is er ook. U was hier vanmorgen tot 7 uur. Wat is er aan de hand? Niks bijzonders gebeurd voordat je wegging. Heeft die dronken Jup geklaagd of zo? Welke dronken Jup? Oh, vannacht opgepakt, dronken. In de cel. We hebben hem vanochtend nogal vroeg uitgegooid omdat we naar het ei moesten. Ik maak proces verbaal. Hij klaagt over zijn nachtrust en noemt mij fascist. Dus noem ik hem dubbelkop. Gaan jullie hier altijd zo om met je arrestanten? Kom, meneer Borgman. Wat is er gebeurd vanaf het moment dat meneer Van Doorn werd binnengebracht? Die oude zwerver, wat is ermee? Hij werd vanmorgen dood in een verhoorkamer gevonden. Hier op het bureau. Wat is er gebeurd? Uur. Telefoontje uit de Cozy Bar. Hoefdraad en Akkermans, die halen hem op. We leggen hem in een cel om zijn roes uit te slapen. En toen? Ja, toen... Schelden, vloeken, tieren, doen ze altijd. Ik ben om 1 uur gaan kijken, lag gewoon te slapen. Ja, jezus. Alle bureaus die kennen Marcus. Trapt de rotzooi in cafés, betaalt niet. Alleen maar om een dak boven zijn hoofd te hebben en een gratis ontbijt. Ja, had het de pest in, omdat hij er vanochtend zo vroeg uit moest. Net als die Jup, zonder ontbijt. In een hoorkamer? Niemand weet hoe hij daar kwam. Met ernstige hoofdwonden. Dat heeft hij niet van mij. Dat beweert ook niemand. Wie heeft hem naar buiten gebracht? Hamon. LK67GX. Daar zijn ze. Shit, de zoon zit aan het stuur. Tom, ook dat nog. Kom op. We wuiven ze bij de eerste de beste parking van de weg. Shit. Theo! Mm-hmm.
Stap maar even uit. Met papieren. Rijbewijs. Ben jij Gamal Oksal? Nee, ik heb geen rijbewijs. Zo. Is die auto van jou? Nee, is niet van mij. Hij is toch zeker ook niet van jou, hè? Zonder rijbewijs? Hoe oud ben jij? 17. Ik heb hem geleend. Van Gamal Oksal. Dat is zijn broer. Hij lost me alleen even af. We betalen die boete heus wel. Ik moet om 3 uur in Amsterdam zijn, dus. Oh, maak je maar geen zorgen. Jij komt vanmiddag nog wel in Amsterdam, hoor. Wacht, wat ga je doen? Die jongen eruit halen, wat anders. Zo de moment. Maar wat dan? Ze hebben een tip gehad. Dat is doorgestoken kaart, wat dacht je? Daar weet je niks van. Misschien krijgt hij alleen maar een boete. Voor rijden zonder rijbewijs. Heb jij wel een rijbewijs? Niks aan te geven. Dat hoeft toch niet meer? Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat het is, hè? Maak die kofferbak maar eens open. Misschien vinden ze niks. Kom nou. Is dat een beetje marihuana? Dan praat je toch met die officier van justitie? Dit is wat je wou. Ze laten schrikken, nachtje de cel in. Dan was het van tevoren geregeld. Dan hadden we het in de hand, maar dit niet. En waar komt die hond zo gauw vandaan? Wat ga je doen? Vriendje bellen. Een beetje voorzichtig. Dat is een cadeau voor mijn moeder. En nogal duur. Waar heb je dat gekocht? In de Camargue. Waar al die zigeuners bij elkaar komen. Dit is Sarah, hun Madonna. Je meent het. Nou. Ja. Nou, die zijn getipt uit Amsterdam. De marechaussee. Ja, ze wisten dat ze om 12 uur zouden langskomen. De naam Oksal, merk, auto, alles. Als ze dat vinden, gaan ze naar Amsterdam hoofdbureau. Denken ze dat we haast hebben? Jij heeft evenveel als ik. Hey, je moet die hele auto uit elkaar omdat hij geen rijbewijs heeft. Gerrit? Hey, geef ons maar een boete, hè? Dan kunnen we gaan. Ik denk dat het een deal is. En wie zit erachter? Steenkamp probeert het uit te zoeken. Is niet met hem geregeld. Shit! Nou, we weten waar we ze kunnen vinden. We hadden haast, dat is alles. De heer denk ik van Tom Panhuis. Daarom hebben we ze er wat eerder uitgegooid. En een beetje ruiger. Oh, ik word dus toch verdacht. Dan hadden we er wel bij gezegd dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Ik heb die man alleen maar uit zijn cel gehaald en hem naar brigadier Schoten gebracht voor het proces verbaal en zijn spullen. En daarna heb ik hem de deur uitgezet. De achterdeur? Ja. Maar hij wou niet erg. Hij stribbelde wat tegen. Ja, dat kwam omdat het zo vroeg was. Hij wilde zijn ontbijt. Als je die lui hun gang laat gaan, dan wordt het hier Hotel Kruislaan. Dus door de gang en langs die hoorkamer. Heeft iemand dat gezien? Ik denk het niet. Brigadier Scholten was voorin om over te dragen aan Mateman, die extra vroeg was gekomen en zijn ploeg was er nog niet. En agent Meijer, die was er toch ook? Nou, misschien in de kleedkamer. Oké, ja, bedankt.
Ze zit op het hoofdbureau. Ja, vertel mij wat. Hey, wat is er met die dode zwerver? Ik zie overal Rijksrecherche. Ik denk dat ze veel te veel op heeft maken nog voordat de doodsoorzaak bekend is. Bureau Kruislaan. Pakken ze graag. Roel is bij de sectie. Waar is Theo? Wat denk je? De jongens worden verhoord door narcotica. Simons en nog iemand. Ons laten ze er niet bij. Natuurlijk niet. Maar hoe komt de marechaussee aan die tip? Dat weten ze niet. Nou, ik denk dat we vanavond nog een aantal van die stukken moeten doornemen. Ja, dat is prima. En die laatste zaak, die kan wachten tot... Morgen. Wat hoor ik nou? Meneer Wolters. We zijn er misschien niet de dikste vrienden, Theo, maar ik ben zelf ook vader. En ik kan me verdomd goed voorstellen hoe jij je nou moet voelen. Ik vind het echt ellendig voor je. Voor hem. Als je wist wat die twee van mij allemaal uitvreten. Nou ja, geen smokkel van drugs natuurlijk, hè. Nog net niet. Nou ja, ik zou me niet al te veel zorgen maken als ik jou was. Zoon van een politieinspecteur. Was je daarom bij hem? Voor je zoon? Nee, daar heeft de CRI niets mee te maken. Je bent anders verdomd goed op de hoogte. Ja, ik leef gewoon met je mee. Nou, ik moet er vandoor. Sterkte, hè? Binnen. Theo. Je komt toch niet voor die dode man in jullie verhoorkamer? Dat is al in handen van de Rijksrecherche. Jij weet heel goed waar ik voor kom. Oh? Luister eens, die jongen die is 17 jaar. Die gaat een weekje op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Dat is misschien stom, maar heeft er absoluut niks mee te maken. Waarmee? Ik denk dat ze een klein beetje marihuana hebben gevonden. Oh, is dat jouw zoon? Zijn zij jou voorgeleid? Nee, maar ik ben wel geïnformeerd. We hebben 2x24 uur voor de verhoren. En dan komen ze bij mij. En ik denk dat ik ze doorstuur naar de rechtercommissaris. Nou, dan gaan ze in voorarrest. Maximaal 90 dagen. Ja, maar kom, waar hebben we het nou toch over? Een klein beetje marihuana. Het is niet een beetje marihuana, Theo. Het gaat om een kilo heroïne. Dat is een straf altijd langer dan 6 maanden. Het wordt dus meervoudige kamer. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar je denkt toch niet dat mijn zoon... Niels is absoluut onschuldig. Daar komen we dan wel achter. Godsamme. Het spijt me voor je, Theo. Ik sta hier machteloos. Het recht zal toch zijn beloop moeten hebben. Waar komt die tip vandaan? Tip? Ja, je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik weet niet wat jij bedoelt. Ik denk dat het gewoon een steekproef was. Of niet? Ja. Vast. Hoe dan ook. Als jouw zoon onschuldig is, zou ik me maar niet te veel zorgen maken. Niemand van ons heeft die man met een vinger aangeraakt. Wat denken jullie dat wij hier doen? Juffrouw Meijer, wat wij vooral denken is dat we hier een beetje voor de gek gehouden worden. En dat jij misschien probeert een collega te beschermen. Haar man bracht die man naar buiten. Jij was in de kleedkamer. De deur stond open. Je hebt ze toch wel gehoord? Ach, niks. Ze zeiden dingen tegen elkaar, gewoon gepraat. Ja, gepraat, waarover? Het weer, nieuwe recepten? Je bent getuige. Je bent verplicht om de waarheid te zeggen. Nou, die man wou niet weg. Hij zegt, wat als ik jou voor je harsen sla? Mag ik dan blijven? Krijg ik dan ontbijt? En Piet Haarman zegt, als je niet opzodemietert, dan sla ik jou je hersens in. Meneer Simons. Meneer Simons, meneer Brandsma voor u. Hoi, Theo. Sorry, jongen. Dit is een lullige zaak. Wat is er in godsnaam gebeurd? We zitten al de hele tijd bovenop die oksels. Kwam die tip van jullie? Nee. Van wie dan? Ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat de CRI er sinds de vorige week ook plotseling bovenop zit. Wolters. Hoe dan ook, ze zijn hier allebei afgeleverd met een aanhoudingsbevel en een procesverbaal van wat er allemaal is aangetroffen. En dat is dus een kilo heroïne. Waar is Niels nu? In de cel. Ze zijn allebei voorgeleid en afzonderlijk verhoord.
Wat zeggen ze? Ze geven elkaar de schuld natuurlijk. Geeft die Turk Niels de schuld? Zo gaat het toch altijd, jongen. Andersom net zo goed. Niels weet ook van niks. Kan ik hem even spreken? Wacht maar even. Oké, ik ging liever naar de Camargue dan met jou vissen. Maar daarom hoef je me nog niet te laten arresteren. Maar jij denkt toch niet dat ik hierachter zit? Niet dan. Nee, natuurlijk niet. Je was de enige die er vanaf wist. Ik ben heus niet gek. Wat wou je? Mij een lesje leren. Ik wil je alleen maar zo gauw mogelijk hier vandaan halen. Ik kan mezelf wel redden. Ik heb jou niet nodig. Maar Niels, luister nou toch. Je kan mij toch niet de schuld geven? Begrijp dat nou toch? Ik wil terug naar mijn cel. Niels! Ik denk toch dat je een kleinigheidje hebt overgeslagen, agent Haman. Ik zou niet weten wat. Je had nogal woorden met die oude meneer. Ja, hier. Als je niet maakt dat je wegkomt, dan sla ik jou de hersens in. Kan best zijn, we hadden haast. Die man die wou niet weg. En hij had een beetje aanmoediging nodig. Waar is Roel? Bij de sectie op die oude zwerver. Zijn ze daar nog niet uit, bij de Rijksrecherche? Heeft iemand van jullie met de CRI gepraat? Wanneer? Met Kerstmis, nou goed. Een van hun mensen belde me een paar dagen geleden. Jij was er niet. Waarover? Over de Oxhals. Dat narcotica ermee bezig was en wat wij hadden. Wat wij hadden? Ja, ik denk dat ze wisten dat Guus Bals geïnformeerd had naar de Oxhals. Van Simons misschien? En wat heb je gezegd? Ze waren er al achter dat Valk naar Frankrijk was. Met zijn vriendje, Niels Brandsma. En jij hebt dat bevestigd? Ja, je zou toch een regeling treffen met de officier? Enorme klootzak. Maar hoe kan ik dat nou weten? Ik weet niet beter of je hebt al contact gehad met Benson en ook met de marechaussee. Dat was je toch van plan? Nee, dat was ik helemaal niet van plan. Die klootzak, die vertelt aan de CRI dat ik van plan ben om naar de grens te gaan om mijn zoon eruit te halen. Kan ik het helpen? Ik weet niet beter. Hou ons dan toch verdomme op de hoogte. Kom nou, Theo. Maak je wel een beetje gelijk, hè? Ik wist ook niet dat je van plan was veranderd. Godsamme! Hey, ik heb even rondgebeld. Weet je hoe het zit met Wolters en Benson? Zo met elkaar. Zondags met elkaar tennis, met elkaar op vakantie. Die vrouwen komen bij elkaar over de vloer. Die kinderen zijn nog net niet met elkaar getrouwd. Heere me shit. Ze hebben eenmaal de pest aan je, Theo. Oud zeer. Wolters weet ervan. Ze moeten het ergens over hebben tijdens de barbecue. En blij dat ze waren met die kilo heroïne. Draai ze verdomme allebei de nek om. Jullie zijn hartstikke gek. Ja, dat zal wel. Maar die meneer wordt hier binnengebracht zonder letsel. En 's morgens is hij dood aan een hoofdwond. Dat moet nog blijken, ja. Er is bloed gevonden in zijn cel. Nog meer bloed in de hoorkamer. En niemand heeft iets gemeld, niemand heeft om een dokter gevraagd. Ja, wat denk je nou van me? Dat ik die man buiten de deur heb doodgeslagen. Weer naar binnen heb gesleept en in de hoorkamer heb gegooid. En daarna rustig naar het IJ ben gegaan om daar afscheid te nemen van een dode collega. Ja? En je uniform. Heb je dat toevallig al in de was gedaan? Haman! Piet, zal ik een advocaat van de bond voor je bellen? Ben je nou besodemieterd? Ze willen nou het bloed op mijn uniform zien. Alsjeblieft. Ik heb het er allemaal afgelikt. Zijn jullie nou nog niet weg? We krijgen hier genoeg van dat maternaaien.
Meneer Brandsma, we doen hier een onderzoek. Ja, het is mooi geweest. We kunnen ook de officier van justitie bellen. Dat u het onderzoek belemmert. Benson? Oh, dat zou ik zeker doen. Guus, vertel jij het even. Ja, waarschijnlijk is hij niet aan die hoofdwond overleden. Waarschijnlijk? Ja, een van onze regisseurs was bij de sectie. De lever wijst op zwaar alcoholgebruik. Kan geleid hebben tot een hartstilstand. Zullen we toch even op de uitslag van het lab moeten wachten? Ja, en intussen kunnen de jongens gaan slapen. Piet, pak je spul en smeren. Ho, 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 meneer Brandsma. We zijn nog niet klaar met het onderzoek. Oh, nee? Dirk! Ja? Toen jij wegging, stond die deur toen open? Ja. Goed, jij kunt naar huis. Ik heb de deur voor Dirk opengelaten. Precies. Die ouwe die gaat weer naar binnen, want hij wil niet weg. Hij verstopt zich in de hoorkamer, maar hij krijgt een hartaanval en knalt met zijn kop tegen de tafel. Klaar, Haarman, kom, je kan naar huis. Geen sprake van. Oh nee? Haarman, ga naar beneden naar de kantine. Haal iedereen eruit, jullie kunnen allemaal naar huis. Kom, alleen. Ik bel de officier van justitie. Dat is goed. Zeg maar dat ik zo bij hem ben. En als jullie hier straks nog zijn, dan trap ik jullie persoonlijk het bureau uit. Jullie kunnen terugkomen als het rapport van het lab er is. En weet je waarom? Om je excuses aan te bieden. Theo, dit kan je toch niet maken? Die mensen die proberen hun werk te doen. En ik gooi ze eruit. Oké? Okay? Ik heb genoeg van die flauwekul. Ja, dacht je dat ik het leuk vond? Maar we moeten ons wel aan de regels houden, Theo. Theo! Het spijt me, heren, maar Brandsma heeft wel een beetje gelijk. Jullie hebben iedereen gehoord. Het lijkt me redelijk om op de uitslag van het lab te wachten. Brandsma gaat volledig over de schreef. Nee, hij heeft alleen maar de pest aan politiemensen die proberen collega's een pootje te lichten. Er komt nog bij dat zijn zoon net gearresteerd is met een drugscourier. Heeft hij aan mij een verkeerde? Hoe zou u zich voelen als mensen wraak op je nemen door je zoon achter de tralies te laten verdwijnen? Terwijl dat joch onschuldig is? Zou u dan ook niet genoeg krijgen van dat maten naaien? Dat is geen enkel excuus. Dit wordt een officiële klacht. Je hoort nog van me. Was dat die Oen van de Rijksrecherche? Niet dat ik weet. Die kreeg jij snel genoeg over de vloer, maar daar kom ik niet voor. Ik weet hoe het zit. Hoe wat zit? Jij en Wolters. Als jij mij moet hebben, dan moet je mij hebben. En niet een onschuldige schooljongen die van zijn moer niet af weet. Ik weet niet wat jij bedoelt. Dat komt al gauw genoeg. Als jullie het spel vuil kunnen spelen, dan kan ik het ook vuil spelen. Wacht maar eens af. Ik wil het wel doen, maar als jij het doet, maakt het meer indruk. Bij de hoofdcommissaris? Keizer zou het onmiddellijk doen. Die is onder de gordel. Nou, laten we het nou maar meteen doen. Voorkomt ongelukken. Dus ik geloof gewoon niet dat het goed is dat ik... Ja, u spreekt met bureau Kruisslaan Guus Bals van de recherche. Ik wilde graag de hoofdcommissaris spreken. Dat is dringend, ja. Normaal wat ik gezegd heb, Theo is zichzelf niet. Straks wordt hij geschorst en dat gaat me een beetje te ver. Moment, ja. Inspecteur Gerichs. Ja, heeft u straks misschien een minuutje voor me? Ja, daar gaat het inderdaad over, ja. Nee, maar dat wou ik toch even toelichten. Ja, dat schikt. Dank u. Hij wist er al van? Ja, ze laten er geen gras over groeien. En er ligt al een klacht bij Benson. Ah. Misschien doet hij het expres. Wat? Nou, om ze de kans te geven hem te pakken in plaats van Niels. Alles komt tenslotte bij Benson terecht. Ach nee, daar geloof ik niks van. Dat hoop ik trouwens niet ook, want dan zou ik dus Theo in de wielen rijden om met de hoofdcommissaris te praten. Ja, maar je kunt hem vragen de zaak in beraad te houden. De beslissing te verdagen totdat die zaak van Niels is opgelost. Ja, dat kan ik proberen, ja. Zie ik je daarna nog?
Ik denk dat ik naar Amstelveen ga. Ik heb geen zin om naar mijn eigen flat te gaan. Ik wil toch liever dat je naar huis gaat. Waarom? Omdat je mij moet helpen die man te pakken. Theo, sorry, ik kon niet eerder. Hi. Je wil het niet geloven, maar ik zie het niet meer zitten. Weet je nou al wie er voor die aanhouding heeft gezorgd? Ja, natuurlijk. Benson en Wolters. Dikke vriendjes. Twee handen op één buik. Die Benson die gaat gegarandeerd anderhalf jaar reizen. Weet je dat zeker? Oh ja. Huize Brandsma met Monica. Thea. Nee, die is er niet. Ik geef je Theo. Ze wil hem uitnodigen voor de vakantie. Erik betaalt het ticket, zegt ze. Hey Thea. Ja, ja, dat hoor ik, ja. Nee, dat is jammer. Die is er niet. Die is even bij een vriendje. Nee, niks. Hoezo? Wat zou er moeten zijn? Ogenblikje. Wat is er? Het is wel zijn moeder. Ze mag best weten wat er aan de hand is. Ik zou het je nooit vergeven als je zoiets voor me achterhield. Dat meen ik. Ja, Thea. We hebben een klein probleempje. Nee. Hij is gearresteerd. Ik denk dat het een vergissing is. We lossen het wel op. Waarom? Met heroïne. Ja, ja. Kunnen we het beter omdraaien? Lijkt me uitstekend idee. Nou, ik hoor net de uitslag van het lab. Het was dus een hartstilstand. Daardoor viel hij met zijn hoofd tegen de tafel. En het bloed op die celmuur? Nou, hij had ook betonstof op zijn vuist. Waarschijnlijk heeft hij vannacht tegen de muur geslagen. Hij was dronken, hè? Piet Haarman die heeft hem eruit gezet. Is meteen doorgegaan. Heeft de deur open laten staan voor Dirk Scholten. Maar voordat hij kwam, heeft die ouwe van Doorn een kans gezien om het bureau in te komen. Het is weer eens duidelijk dat die deur niet open hoort te zijn. Moeten we die jongens niet even bellen? Ja, ze zitten morgen in de dagploeg. Ik bel ze wel. Kunnen ze vannacht in elk geval rustig slapen. En die rijksrechercheurs? Oh, die zien voorlopig niet meer terug. Om een excuus aan te bieden. Dat denk ik ook niet. Dit is het antwoordapparaat van Anna Gerichs. U kunt na de tweede piep een boodschap inspreken. Anna. Anna. Je maakt me heel triest. De hele nacht van huis. Je bent toch geen straathoer? En nou moet ik je straffen, Anna. Een beetje pijn gaan doen. Hoor je me? Anna, denk je dat het nieuwe slot me tegenhoudt? Hoi, Barbara, met Anna. Hey, ik hoop dat je het niet vervelend vindt, maar kan ik vanavond bij jou slapen? Ja, jouw man zit toch in Maastricht? Nee, ik heb weer van die telefoontjes. Ja. Nee, je hoeft me niet op te komen halen. Ik ga wel door het Welsteegje. Dan ben ik er zo. Goed, tot dan. Anna heeft gebeld. Ze gaat door de Welsteeg. Pak jij de andere kant? Oké. Okay. En laat je niet zien voordat ze Porto heeft gebruikt.
zeker dat het die Peter de Gaai is? Ja, vrijwel zeker, ja. Kom op, naar die flat. Kunst voor een technicus. Jezus, Anna. Ik wist van niks. Waarom heb je niet... Oh, nee. Het is al opgelost. Waar is die man? Guus verhoort hem. Hij wordt vandaag nog voorgeleid. Wil je hem zien? Nee. Dank je. Nee. Ik ben op mijn kamer. Ik wil nu weten waar die sleutel is. Heb je hem bij je? Oh, dan gaan we op dit toer. Straks beweren dat je alleen nog maar met Niels bent meegereden. En nou heeft u er weer geld voor gekregen. Goed. Van wie dan? Van je oom in Frankrijk soms? Daar hebben jullie toch gelogeerd? Hij heeft 4000 frank gehad. Vraag maar aan hem. Je bent gewoon zo'n etterbel die wil dat de hele rest ook hangt. Waar of niet? Schiet je niks mee op, Jochie? We komen er toch wel achter. Heeft Niels Bransma die heroïne soms in het reservewiel verstopt? Dat weet ik niet. Hij zit altijd aan die auto te sleutelen. En hij had geld nodig. Waarvoor? Om antiek te kopen. Gebruik je zelf heroïne? Nee, van mijn leven niet. Maar jij denkt toch niet dat ik mijn eigen zoon laat arresteren? Nee. Nee, ik wil die alleen maar uit die auto halen voordat er ongelukken van zouden komen. Hou je het een beetje vol? Ik overleef het heus wel. Die Volkan geeft jou de schuld. Dat zou hij nooit doen. Hij wil zelfs beweren dat je er geld voor hebt gekregen. Volkan is een vriend van me. En jij probeert hem alleen maar af te kammen. Omdat hij niet wil dat ik met hem omga. Heb je geld gekregen? Ik heb alleen wat geleend. Ja, ik had niks bij me. Geleend? Van wie? Van die oom in Frankrijk? Van Volkan. Hoeveel? 4000 frank. 4000 frank? Ik wou iets kopen.
Voor mama. Hoe komt die Volkan aan zoveel geld? Zie je wel, je probeert hem alleen maar zwart te maken. Misschien weet Volkan er ook niks vanaf. Misschien heeft iemand anders het in die auto gestopt, zonder dat hij het wist. Dat kan toch ook? En jij gelooft dat? Ja, dat geloof ik, ja. En ik verdom het om een handschoentje aan te trekken omdat ze zo is. Dat toch heeft er geen moer mee te maken, jongen. Het is gewoon zo'n eenvoudig Hollandse jongen die ze voor de gek houden en daarna gebruiken als buitenkant bij de grens. Shit, man, daar hebben we er toch al 100 van gezien. Hè? Lekker gratis op vakantie terug met drugs in de tas. De officier, die denkt er anders over. Ach. Ik ben boven. Het gaat niet goed, Theo. Het spijt me heel erg voor je. En dat onderzoek, hoe staat het daarmee? Welk onderzoek? Wat dacht je? Afnemers, leveranciers? Weet je, ik heb zo'n idee dat Benson al lang tevreden is met die 1 kilo heroïne en de koeriers. En de rest? Dus ik loop niet meer voor de voet als ik er zelf in duik? Onzeker niet. Geef een seintje als ik ergens mee kan helpen. Dankjewel. Ja, ik begreep van Anna dat ze een keer vergeten was de gordijnen dicht te doen terwijl ze uit de badkamer kwam. Hij stond met zijn kijker te spelen. We hebben ze een keer met elkaar gepraat bij de supermarkt. Dat werd een obsessie. Een psychopaat krijgt een Douw plus DBS. Ik ben blij dat hij van de straat is. Recherche, Guusbals. Ja. Kom maar aan. Nou, dan gaat hij weer. Hé, hey Theo, wat maak je me nou? We hebben niet eens een last tot binnentreden. Nou, en? Ben jij de broer van Volkan? Waar is je vader? Politie. Ah! Cezasını versin polis bastı. Ne yapalım şimdi? Sakin ol oğlum. Telaş etme. Sakin ol. Baba! Baba basıldık. Tamam kızım geç otur yerine. Sen gel beni takip et peşinden gel. Evime hoş geldiniz. Met u de vader van Volkan? Evet, Hakan Oksal. Mijn vader spreekt geen Nederlands. Ben konuşurum tamam. Wie is hier de baas? Mijn vader. Waar is de rest? Hier is niemand. De volgende keer komen we met 20 man. Dan sluiten we het aan alle kanten af, zodat er helemaal niemand meer weg kan. Zeg dat maar. En dan komen we met de vreemdelingenpolitie. Vooral illegale. En de arbeidsinspectie voor wat er allemaal niet deugt. En de belastingdienst voor wat er allemaal nog meer niet deugt. Ja? En met de afdeling verdovende middelen. Met speurhonden. Vooral die drugs. Meld je dat ook nog even? Drugs? We hebben niets met drugs te maken. Oh nee? Dat was toch jouw auto waar die heroïne in zat? Ja.
Waarom wordt dit niet vertaald? Wij doen niet in drugs. Was het een privéonderneming van je? Sor, nee, stuur. Sor. Mijn vader vraagt wat u wil. Ik wil dat u verklaart dat mijn zoon onschuldig is. Oğlumu suçluğunu söylemeni istiyorum diyor. Oğlum o çocuk mu? Maar die vader van die jongen is piloot. Oh ja? Brandsma. Niels Brandsma, dat is mijn zoon. Jij hebt toevallig wel met mij te maken. Onun otoritesini kabul etmiyorum. We hebben Niels onttaald aan onze tafel als onze gast. We hebben hem een vakantie aangeboden. En wat doet hij? Hij bedriegt ons. Theo. Panhuis. Werkt hij hier? Panhuizen. Panhuis? Nee, hoezo? Oh, nou, dan niet, hè? Hé, wacht even, meneer. Brigadier Panhuis is dood. Ja. Verzopen, hè? Dinsdag is hij gecremeerd. Ach ja, waarom ook niet? Ik maak wel gekkere dingen mee, hoor. Ja, op het water dan, hè? Ja, roeien, dat is een hobby van me. En wat ik dan zie, jongen, daar kan ik een boek over schrijven. Ja, ik dacht nog, wie doet dat nou, hè? Wie schrijft nou zijn naam in zijn eigen pet? Maar ja, misschien hoort dat zo. Is het voorschrift? Ja, dat bedenk je toch niet? Is hij gecremeerd? Maar dan toch zeker wel eerst verzopen, hè? Hij wil hier gewoon niet weg. Ontbijt. Als je die lui hun gang laat gaan, dan wordt het hier Hotel Kruislaan. Dus door de gang en langs die hoorkamer. Heeft iemand dat gezien? Denk het niet. Brigadier Scholten was voorin om over te dragen aan Mateman, die extra vroeg was gekomen en zijn ploeg was er nog niet. En agent Meijer, die was er toch ook? Nou, misschien in de kleedkamer. Oké. Ja, bedankt. Ze zitten op het hoofdbureau. Ja, vertel mij wat. Hé, wat is er met die dode zwerver? Ik zie overal Rijksrecherche. Ik denk dat ze veel te veel ophef maken nog voordat de doodsoorzaak bekend is. Bureau Kruislaan. Pakken ze graag. Roel is bij de sectie. Waar is Theo? Wat denk je? De jongens worden verhoord door narcotica. Simons en nog iemand. Ons laten ze er niet bij. Natuurlijk niet. Maar hoe komt de marechaussee aan die tip? Dat weten ze niet. Nou, ik denk dat we vanavond nog een aantal van die stukken moeten doornemen. Ja, dat is prima. En die laatste zaak, die kan allemaal geklopt zijn. Morgen. Wat doe ik nou? Meneer Wolters. We zijn er misschien niet de dikste vrienden, Theo, maar ik ben zelf ook vader. Ik kan me verdomd goed voorstellen hoe jij je nou moet voelen. Ik vind het echt ellendig voor je. Voor hem. Als je wist wat die twee van mij allemaal uitvreten. Nou ja, geen smokkel van drugs natuurlijk. Hè. Nog net niet. Nou ja, ik zou me niet al te veel zorgen maken als ik jou was. Zoon van een politieinspecteur. Was je daarom bij hem? Voor je zoon? Nee, daar heeft de serie niets mee te maken.
Je bent anders verdomd goed op de hoogte. Ja, ik leef gewoon met je mee. Nou, ik moet er vandoor. Sterkte, hè? Binnen. Theo, je komt toch niet voor die dode man in jullie verhoorkamer? Dat is al in handen van de Rijksrecherche. Jij weet heel goed waar ik voor kom. Oh? Luister eens, die jongen die is 17 jaar. Die gaat een weekje op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Dat is misschien stom, maar heeft er absoluut niks mee te maken. Waarmee? Ik denk dat ze een klein beetje marihuana hebben gevonden. Oh, is dat jouw zoon? Zijn zij jou voorgeleid? Nee, maar ik ben wel geïnformeerd. We hebben 2x24 uur voor de verhoren. En dan komen ze bij mij. En ik denk dat ik ze doorstuur naar de rechtercommissaris. Nou, dan gaan ze in voorarrest. Maximaal 90 dagen. Ja, maar kom, waar hebben we het nou toch over? Een klein beetje marihuana. Olte, de heer Grim, het borgman van de Rijksrecherche. De rest is er ook. U was hier vanmorgen tot 7 uur. Wat is er aan de hand? Niks bijzonders gebeurd voordat je wegging. Heeft die dronken Jup geklaagd of zo? Welke dronken Jup? Oh, vannacht opgepakt, dronken. In de cel. We hebben hem vanochtend nogal vroeg uitgegooid omdat we naar het ei moesten. Ik maak proces verbaal. Hij klaagt over zijn nachtrust en noemt mij fascist. Dus noem ik hem dubbelkop. Gaan jullie hier altijd zo om met je arrestanten? Kom, meneer Borgman. Wat is er gebeurd vanaf het moment dat meneer Van Doren werd binnengebracht? Die oude zwerver, wat is er mee? Hij werd vanmorgen dood in een verhoorkamer gevonden. Hier op het bureau. Wat is er gebeurd? Uur 30. Telefoontje uit de Cozy Bar. Hoefdraad en Akkermans, die halen hem op. We leggen hem in een cel om zijn roes uit te slapen. En toen? Ja, toen... schelden, vloeken, tieren, doen ze altijd. Ik ben om het uur gaan kijken, lag gewoon te slapen. Ja, jezus. Alle bureaus die kennen Marcus. Trapt rotzooi in cafés, betaalt niet. Alleen maar om een dak boven zijn hoofd te hebben en een gratis ontbijt. Ja, had het de pest in, omdat hij er vanochtend zo vroeg uit moest. Net als die Jup, zonder ontbijt. In een hoorkamer? Niemand weet hoe je daar kwam. Met ernstige hoofdwonden. Dat heeft hij niet van mij. Dat beweert ook niemand. Wie heeft hem naar buiten gebracht? Hamon. LK67GX. Daar zijn ze. Shit, de zoon zit aan het stuur. Verdomme, ook dat nog. Kom op. We wuiven ze bij de eerste beste parking van de weg. Ik sta hier alleen maar dankzij jou. Dit had mijn pet kunnen zijn. Wakkerboe.
Hallo, hallo! Kom eens, kijken. Zie je dan? Hij is dood. Komt hij uit de cel? Ja, de nachtploeg heeft vanmorgen twee dronkaards op de straat gezet. Oké, schouwarts. Waar is de recherche? Op het ei, toch? Laat alles hier zoals het is. En hou die deur dicht. Ja. Ja, begrepen. Bakkaboe. Zie je dan? Hij is dood. Komt hij uit de cel? Ja, de nachtploeg heeft vanmorgen twee dronkaards op de straat gezet. Oké, schouwarts. Waar is de recherche? Op het ei, toch? Laat alles hier zoals het is en hou die deur dicht. Ja. Ja, begrepen. Mark. Er is een dode man op het bureau. Ik kan Theo moeilijk terugroepen. Ik doe het wel met Roel. Ja, fijn. Dank je. Schiet je niks mee op, Jochie? We komen er toch wel achter. Heeft Niels Bransma die heroïne soms in het reservewiel verstopt? Dat weet ik niet. Hij zat altijd aan die auto te sleutelen. En hij had geld nodig. Waarvoor? Om antiek te kopen. Gebruik je zelf heroïne? Nee, van mijn leven niet. Maar jij denkt toch niet dat ik mijn eigen zoon laat arresteren? Nee.
Nee, ik wil die alleen maar uit die auto halen voordat er ongelukken van zouden komen. Hou je het een beetje vol? Ik overleef het heus wel. Die Volkan geeft jou de schuld. Dat zou hij nooit doen. Hij wil zelfs beweren dat je er geld voor hebt gekregen. Volkan is een vriend van me. En jij probeert hem alleen maar af te kammen. Omdat je niet wilt dat ik met hem omga. Heb je geld gekregen? Ik heb alleen wat geleend. Ja, ik had niks bij me. Geleend? Van wie? Van die oom in Frankrijk? Van Volkan. Hoeveel? 4000 frank. 4000 frank? Ik wou iets kopen. Voor mama. Hoe komt die Volkan aan zoveel geld? Zie je wel. Je probeert hem alleen maar zwart te maken. Misschien weet Volkan er ook niks vanaf. Misschien heeft iemand anders het in die auto gestopt zonder dat hij het wist. Dat kan toch ook? En jij gelooft dat? Ja, dat geloof ik, ja. En ik verdom het om een handschoentje aan te trekken omdat ze zo is. Dat toch heeft er geen moer mee te maken, jongen. Het is gewoon zo'n eenvoudig Hollandse jongen die ze voor de gek houden en daarna gebruiken als buitenkant bij de grens. Shit, man, daar hebben we er toch al 100 van gezien. Hè? Lekker gratis op vakantie terug met drugs in de tas. De officier, die denkt er anders over. Ach. Ik ben boven. Het gaat niet goed, Theo. Het spijt me heel erg voor je. En dat onderzoek, hoe staat het daarmee? Welk onderzoek? Wat dacht je? Afnemers, leveranciers? Weet je, ik heb zo'n idee dat Benson al lang tevreden is met die 1 kilo heroïne en de koeriers. En de rest? Dus ik loop niet meer voor de voet als ik er zelf in duik? Onzeker niet. Geef een seintje als ik ergens mee kan helpen. Dankjewel. Ja, ik begreep van Anna dat ze een keer vergeten was de gordijnen dicht te doen terwijl ze uit de badkamer kwam. Hij stond met zijn kijker te spelen. We hebben ze een keer met elkaar gepraat bij de supermarkt. Dat werd een obsessie. Een psychopaat krijgt een DAO plus TBS. Binnen. Theo, je komt toch niet voor die dode man in jullie verhoorkamer? Dat is al in handen van de Rijksrecherche. Jij weet heel goed waar ik voor kom. Oh. Luister eens, die jongen die is 17 jaar. Die gaat een weekje op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Dat is misschien stom, maar heeft er absoluut niks mee te maken. Waarmee? Ik denk dat ze een klein beetje marihuana hebben gevonden. Oh. Is dat jouw zoon? Zijn ze aan jou voorgeleid? Nee, maar ik ben wel geïnformeerd. We hebben 2x24 uur voor de verhoren. En dan komen ze bij mij. En ik denk dat ik ze doorstuur naar de rechtercommissaris. Nou, dan gaan ze in voorarrest. Maximaal 90 dagen. Ja, maar kom, waar hebben we het nou toch over? Een klein beetje marihuana. Het is niet een beetje marihuana, Theo. Het gaat om 1 kilo heroïne. Dat is een straf altijd langer dan 6 maanden. Het wordt dus meervoudige kamer. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Maar je denkt toch niet dat mijn zoon... Niels is absoluut onschuldig. Daar komen we dan wel achter. Heroïne, de godsamme. Het spijt me voor je, Theo. Ik sta hier machteloos. Het recht zal toch zijn beloop moeten hebben. Waar komt die tip vandaan? Tip? Ja, je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik weet niet wat jij bedoelt. Ik denk dat het gewoon een steekproef was. Of niet? Ja, vast. Hoe dan ook, als jouw zoon onschuldig is, zou ik me maar niet te veel zorgen maken. Niemand van ons heeft die man met een vinger aangeraakt. Wat denken jullie dat wij hier doen? Juffrouw Meijer, wat wij vooral denken is dat we hier een beetje voor de gek gehouden worden. En dat jij misschien probeert een collega te beschermen. Haar man bracht die man naar buiten. Jij was in de kleedkamer. De deur stond open. Je hebt ze toch wel gehoord? Ach, niks. Ze zeiden dingen tegen elkaar, gewoon gepraat. Ja, gepraat, waarover? Het weer, nieuwe recepten? Je bent getuige. Je bent verplicht om de waarheid te zeggen. Nou, die man wou niet weg. Hij zegt
Wat als ik jou voor je harsen sla? Mag ik dan blijven? Krijg ik dan ontbijt? En Piet Haarman zegt... Als je niet opsodemietert, dan sla ik jou je hersens in. Meneer Simons. Meneer Simons, meneer Brandsma voor u. Hoi, Theo. Sorry, jongen. Dit is een lullige zaak. Wat is er in godsnaam gebeurd? We zitten al de hele tijd bovenop die oksels. Kunnen vinden. We hadden haast, dat is alles. De heer denk ik van Tom Panhuis. Daarom hebben we ze er wat eerder uitgegooid. En een beetje ruiger. Oh, ik word dus toch verdacht. Dan hadden we er wel bij gezegd dat je niet tot antwoorden verplicht bent. Ik heb die man alleen maar uit zijn cel gehaald en hem naar Brigadier Schoten gebracht voor het proces verbaal en zijn spullen. En daarna heb ik hem de deur uitgezet. De achterdeur? Ja. Maar hij wou niet erg. Hij stribbelde wat tegen. Ja, dat kwam omdat het zo vroeg was. Hij wilde zijn ontbijt. Als je die lui hun gang laat gaan, dan wordt het hier Hotel Kruislaan. Dus door de gang en langs die hoorkamer. Heeft iemand dat gezien? Ik denk het niet. Brigadier Scholten was voorin om over te dragen aan Mateman, die extra vroeg was gekomen en zijn ploeg was er nog niet. En agent Meijer, die was er toch ook? Nou, misschien in de kleedkamer. Oké, ja, bedankt. Ze zit op het hoofdbureau. Ja, vertel mij wat. Hey, wat is er met die dode zwerver? Ik zie overal Rijksrecherche. Ik denk dat ze veel te veel ophef maken nog voordat de doodsoorzaak bekend is. Bureau Kruislaan. Pakken ze graag. Roel is bij de sectie. Waar is Theo? Wat denk je? De jongens worden verhoord door narcotica. Simons en nog iemand. Ons laten ze er niet bij. Natuurlijk niet. Maar hoe komt de marechaussee aan die tip? Dat weten ze niet. Nou, ik denk dat we vanavond nog een aantal van die stukken moeten doornemen. Ja, dat is prima. En die laatste zaak, die kan nog tot... Morgen. Wat hoor ik nou? Meneer Wolters. We zijn er misschien niet de dikste vrienden, Theo, maar ik ben zelf ook vader. En ik kan me verdomd goed voorstellen hoe jij je nou moet voelen. Ik vind het echt ellendig voor je. Voor hem. Als je wist wat die twee van mij allemaal uitvreten. Nou ja, geen smokkel van drugs natuurlijk. Hè. Nog net niet. Nou ja, ik zou me niet al te veel zorgen maken als ik jou was. Zoon van een politieinspecteur. Was je daarom bij hem? Voor je zoon? Nee, daar heeft de CRI niets mee te maken. Je bent anders verdomd goed op de hoogte. Ja, ik leef gewoon met je mee. Nou, ik moet er vandoor. Sterkte, hè? Binnen. Theo, je komt toch niet voor die dode man in jullie verhoorkamer? Dat is al in handen van de Rijksrecherche. Jij weet heel goed waar ik voor kom. Oh. Luister eens, die jongen die is 17 jaar. Die gaat een weekje op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Dat is mag zijn, dan trap ik jullie persoonlijk het bureau uit. Jullie kunnen terugkomen als het rapport van het lapper is. En weet je waarom? Om je excuses aan te bieden. Theo, dit kan je toch niet maken? Die mensen die proberen hun werk te doen. En ik gooi ze eruit. Oké? Okay? Ik heb genoeg van die flauwekul. Ja, dacht je dat ik het leuk vond? Maar we moeten ons wel aan de regels houden, Theo. Theo! Ja, maar met alles gek, maar nu niet. Andere keer. Het spijt me, heren, maar Brandsma heeft wel een beetje gelijk. Jullie hebben iedereen gehoord. Het lijkt me redelijk om op de uitslag van het lab te wachten. Brandsma gaat volledig over de schreef. Nee, hij heeft alleen maar de pest aan politiemensen die proberen collega's een pootje te lichten. Er komt nog bij dat zijn zoon net gearresteerd is met een drugscourier. Heeft hij aan mij een verkeerde? Hoe zou u zich voelen als mensen wraak op je nemen door je zoon achter de tralies te laten verdwijnen? Terwijl dat joch onschuldig is? Zou u dan ook niet genoeg krijgen van dat maten naaien? Dat is geen enkel excuus. Dit wordt een officiële klacht. Je hoort nog van me. Was dat die Oen van de Rijksrecherche? Niet dat ik weet. Die kreeg jij snel genoeg over de vloer, maar daar kom ik niet voor. Ik weet hoe het zit. Hoe wat zit? Jij en Wolters.
Als jij mij moet hebben, dan moet je mij hebben. En niet een onschuldige schooljongen die van zijn moer niet afweet. Ik weet niet wat jij bedoelt. Dat komt al gauw genoeg. Als jullie het spel vuil kunnen spelen, dan kan ik het ook vuil spelen. Wacht maar eens af. Ik wil het wel doen, maar als jij het doet, maakt het meer indruk. Bij de hoofdcommissaris? Keizer zou het onmiddellijk doen. Die is onder de gordel. Nou, laten we het maar meteen doen. Voorkomt ongelukken. Guus, ik geloof gewoon niet dat het goed is dat ik... Ja, u spreekt met bureau Kruislaan Guus Bals van de recherche. Ik wilde graag de hoofdcommissaris spreken. Dat is dringend, ja. Normaal ik gezegd heb, Theo is zichzelf niet. Straks wordt hij geschorst en dat gaat me een beetje te ver. Moment, ja. Inspecteur Gerichs. Ja, heeft u straks misschien een minuutje voor me? Ja, daar gaat het inderdaad over, ja. Nee, maar dat wou ik toch even toelichten. Ja, dat... Heeft die dronken jup geklaagd of zo? Welke dronken jup? Oh, vannacht opgepakt, dronken. In de cel. We hebben hem vanochtend nogal vroeg uitgegooid, omdat we naar het ei moesten. Ik maak procesverbaal. Hij klaagt over zijn nachtrust en noemt mij fascist. Dus noem ik hem Turbokop. Gaan jullie hier altijd zo om met je arrestanten? Kom, meneer Borgman. Wat is er gebeurd vanaf het moment dat meneer Van Doren werd binnengebracht? Die oude zwerver, wat is er mee? Hij werd vanmorgen dood in een verhoorkamer gevonden. Hier op het bureau. Wat is er gebeurd? Uur 23:30. Telefoontje uit de Cozy Bar. Hoefdraad en Akkermans, die halen hem op. We leggen hem in een cel om zijn roes uit te slapen. En toen? Ja, toen... Schelden, vloeken, tieren, doen ze altijd. Ik ben om het uur gaan kijken, lag gewoon te slapen. Ja, jezus. Alle bureaus die kennen Marcus. Trapt de rotzooi in cafés, betaalt niet. Alleen maar om een dak boven zijn hoofd te hebben en een gratis ontbijt. Ja, had het de pest in, omdat hij er vanochtend zo vroeg uit moest. Net als die jup, zonder ontbijt. In een hoorkamer? Niemand weet hoe hij daar kwam. Met ernstige hoofdwonden. Dat heeft hij niet van mij. Dat beweert ook niemand. Wie heeft hem naar buiten gebracht? Hamon. LK67GX. Daar zijn ze. Shit, de zoon zit aan het stuur. Tom, ook dat nog. Kom op. We wuiven ze bij de eerste de beste parking van de weg. Uit, met papieren, rijbewijs. Ben jij Gamal Oksal? Nee, ik heb geen rijbewijs. Zo. Ik ben Koenis Rumta. Wie is hier de baas? Mijn vader. Waar is de rest? Hier is niemand. De volgende keer komen we met 20 man. Dan sluiten we het aan alle kanten af, zodat er helemaal niemand meer weg kan. Zeg dat maar. En dan komen we met de vreemdelingenpolitie. Vooral illegale. En de arbeidsinspectie voor wat er allemaal niet deugt. En de belastingdienst voor wat er allemaal nog meer niet deugt. Ja?
En met de afdeling verdovende middelen. Met speurhonden. Vooral die drugs. Meld je dat ook nog even? Drugs? We hebben niets met drugs te maken. Oh nee? Dat was toch jouw auto waar die heroïne in zat? Ja. Waarom wordt dit niet vertaald? Wij doen niet in drugs. Was het een privéonderneming van je? Sor, nee, stuur. Sor. Mijn vader vraagt wat u wil. Ik wil dat u verklaart dat mijn zoon onschuldig is. Maar die vader van die jongen is piloot. Oh ja? Brandsma. Niels Brandsma, dat is mijn zoon. Jij hebt toevallig wel met mij te maken. We hebben Niels onttaald aan onze tafel als onze gast. We hebben hem een vakantie aangeboden. Wat doet hij? Hij bedriegt ons. Theo. Panhuis. Werkt hij hier? Panhuizen. Panhuis? Nee, hoezo? Oh, nou, dan niet, nee. Hé, hey, wacht even, meneer. Brigadier Panhuis is dood. Ja. Verzopen, hè? Nee? Dinsdag is hij gecremeerd. Ach ja, waarom ook niet? Ik maak wel gekkere dingen mee, hoor. Ja, op het water dan, hè? Ja, roeien, dat is een hobby van me. En wat ik dan zie, jongen, daar kan ik een boek over schrijven. Ja, ik dacht nog... Wie doet dat nou, hè? Wie schrijft nou zijn naam in zijn eigen pet? Maar ja, misschien hoort dat zo. Is het voorschrift? Ja, dat bedenk je toch niet? Is hij gecremeerd? Maar dan toch zeker wel eerst verzopen, hè? Hij wil hier gewoon niet weg. Ze zeiden dingen tegen elkaar, gewoon gepraat. Ja, gepraat, waarover? Het weer, nieuwe recepten? Je bent getuige. Je bent verplicht om de waarheid te zeggen. Nou, die man wou niet weg. Hij zegt, wat als ik jou voor je harsen sla? Mag ik dan blijven? Krijg ik dan ontbijt? En Piet Haarman zegt, als je niet opsodemietert, dan sla ik jou je hersens in. Meneer Simons. Meneer Simons, meneer Brandsma voor u. Hoi, Theo. Sorry, jongen. Dit is een lullige zaak. Wat is er in godsnaam gebeurd? We zitten al de hele tijd bovenop die oksels. Kwam die tip van jullie? Nee. Van wie dan? Ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat de CRI er sinds de vorige week ook plotseling bovenop zit. Wolters. Hoe dan ook, ze zijn hier allebei afgeleverd met een aanhoudingsbevel en een procesverbaal van wat er allemaal is aangetroffen. En dat is dus een kilo heroïne. Waar is Niels nu? In de cel. Ze zijn allebei voorgeleid en afzonderlijk verhoord. Wat zeggen ze? Ze geven elkaar de schuld natuurlijk. Geeft die Turk Niels de schuld? Zo gaat het toch altijd, jongen. Andersom net zo goed. Niels weet ook van niks. Kan ik hem even spreken? Wacht maar even. Oké, ik ging liever naar de Camargue dan met jou vissen. Maar daarom hoef je me nog niet te laten arresteren. Maar jij denkt toch niet dat ik hierachter zit? Niet dan. Nee, natuurlijk niet. Je was de enige die er vanaf wist. Ik ben heus niet gek. Wat wou je? Mij een lesje leren. Ik wil je alleen maar zo gauw mogelijk hier vandaan halen. Ik kan mezelf wel redden. Ik heb jou niet nodig. Maar
Niels, luister nou toch. Je kan mij toch niet de schuld geven? Begrijp dat nou toch? Ik wil terug naar mijn cel. Niels! Ik denk toch dat je een kleinigheidje hebt overgeslagen, agent Haman. Ik zou niet weten wat. Je had nogal woorden met die oude meneer. Ja, hier. Als je niet maakt dat je wegkomt, dan sla ik jou de hersens in. Kan best zijn, we hadden haast.